Justitie gaat twee voormalige rechters vervolgen voor hun aandeel in de zogeheten Chipsholzaak. Die zaak gaat over een conflict over een stuk bouwgrond bij Schiphol. De twee, Pieter Kalbsfleisch en Hans Westenberg, worden verdacht van mijneed. De oud-rechters hebben onder ede ontkend dat ze een dubieuze rol hebben gespeeld. Maar de Rijksrecherche heeft daar wel aanwijzingen voor. Voordat hij voorzitter was van de NMA, was Pieter Kalbsfleisch rechter bij de rechtbank in Den Haag. Bij deze rechtbank diende in de jaren 90 de zaak van Chipsholzaak, een projectontwikkelaar die een groot stuk grond bij Schiphol had gekocht. De twee eigenaren krijgen ruzie. De een wil snel verkopen, de ander heeft juist grootse plannen met het gebied. Kalbsfleisch is bevriend met de zakenman die wil verkopen. En Kalbsfleisch is bevriend met rechter Hans Westenberg. Kalbsfleisch zou ervoor gezorgd hebben dat Westenberg de zaak behandelt en in het voordeel beslist van de bevriende zakenman. De verliezers, die de grond niet wilden verkopen, vader en zoon Poot, vermoeden belangenverstrengeling en gaan de strijd aan. Een jarenlang proces. Ondernemer Jan Poot, 83 jaar. Maar even strijdlustig als in zijn jonge jaren. Een gelovig mens is hij, met een calvinistische instelling. Niet lummelen, maar hard doorwerken. 15 jaar geleden koopt Poot dit stuk grond pal naast de luchthaven met het plan het te gaan ontwikkelen. Tot op de dag van vandaag is er niets gebouwd. Volgens Poot houdt de luchthaven dit stelselmatig tegen. Vanuit zijn kantoor van zijn bedrijf Chipsholzaak voert Jan Poot de slepende strijd aan tegen Schiphol. Inmiddels wordt hij, de oude Poot, gesteund door zijn zoon, de jonge Poot. Beiden zijn vastbesloten niet op te geven tegen de luchthaven. Ik publiceerde advertenties, halve pagina's groot in NRC Handelsblad. Ja, onder andere, ja. Die kwam je dan tegen als consument van de krant. En dan dacht je, waar gaat het? Oh ja, verdek die twee, die vader en die zoon, die zijn nog steeds bezig. We kregen daar soms een Don Quixote-rug gevoel bij. Die twee vechten nog tegen de windmolens. Ja, dit is nu wat 10 jaar procederen aan papier kost. Meneer Poot, hoeveel juridische procedures heeft u al gevoerd? Zeker 10 voor deze zaak. 10 stuks. En wat heeft dat wel niet gekost dan? Bij elkaar zo'n 5 miljoen euro. En bent u langzamerhand niet gewoon murf van alles? Nee, ik moet er binnen. Ik ga er nu naar binnen. Na jaren van vergeefse pogingen om hun gelijk te halen, kent de zaak dit jaar een opmerkelijke doorbraak. Een griffier van de rechtbank komt naar voren als anonieme getuige en bevestigt dat Kalbsfleisch zich achter de schermen heeft ingespannen om de rechtszaak te beïnvloeden. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Kalbsfleisch gaat met verlof. Dit was een wonder. Wij hebben onze zaken geweldig goed voorbereid. We zijn al 17 jaar bezig. Geen cent verder gekomen. En dan komt er een griffier die even komt zeggen hoe de zaak aan elkaar zit. En dat was de doorbraak. Poot senior is inmiddels 86. Toch zal hij niet rusten voordat de onderste steen boven is. Vandaag gaan ze opnieuw naar de rechtbank. Het is hun 100ste rechtszitting. Ieder ander was al lang afgehaakt, maar Poot weigert na 15 jaar de strijd te staken. Ik ben zo jong gebleven omdat door deze strijd waarschijnlijk. Ik heb de man ooit geïnterviewd, jouw vader, 1990-91. Hij leefde ook een beetje bij die strijd. Ik herken dat, want hij was ook lekker knokken tegen de macht. Dat is ook lekker. Je ziet natuurlijk ook wel vaker dat mensen zichzelf ook in leven houden, omdat ze zeggen, deze strijd zal ik winnen. Ze krijgen u niet klein. Ik krijg hen klein. Daar ben ik vast van overtuigd.